Na een flinke renovatie is Zwembad de Vliet afgelopen weekend officieel weer open gegaan. En dat zag er feestelijk uit, geheel in de EK-stijl. Het was zaterdag misschien niet de mooiste dag van de week, maar de echte baantjestrekkers lieten zich daardoor niet weerhouden. En enkele tientallen doken het gerenoveerde zwembad in. Dat doen ze eigenlijk al een paar weken, want op Hemelvaartsdag gingen de hekken al stilletjes open. Maar na zo'n ingrijpende verbouwing wilde de gemeente de opening toch nog graag even markeren met een officieel momentje. Wethouder Dirksen sprak de aanwezigen toe en memoreerde onder andere een wereldrecord op de vlinderslag dat in het zwembad gezwommen is. Dit is een heel bijzonder bad. Ik kreeg van de week nog een mailtje van Charles, die staat hier naast me. In dit bad is in 1965 een wereldrecord gezwommen op de 200 meter. Vlinderslag. Kijk, door Ada Kok. En het leuke is dat Charles heeft nog contact met haar. Ze woont in Zuid-Limburg, het gaat goed met haar. Ze kon er niet bij zijn, maar ze vindt het wel heel tof dat we nog even stilstaan bij, zeg maar, Ada Kok. Ja, de meesten kennen haar misschien niet meer, maar het is wel leuk om te bedenken als je hier staat dat er in dit bad een wereldrecord gezwommen is. Dat vind ik toch wel tof, moet ik zeggen. Er kan dit jaar een maand langer gezwommen worden dan normaal. En dat is dankzij de vrijwilligers van de Vrienden van de Vliet. Het bad blijft daarom ook in de maand september open voor recreatiezwemmers. Ja, want sinds wij er zijn gaat het bad in mei pas om 7:00 dicht in plaats van om 5:30. En dit jaar hebben we voor het eerst dat er een blok in mei er tussenuit gehesen is. Daar is niet iedereen blij mee. Maar waar wel iedereen blij mee is, is dat dan de hele maand september nog gezwommen kan worden. En dat is echt fantastisch. Ja, dan kan je lekker langer door. Ja, de hele maand. 1 oktober is de laatste dag. Heb je dan nog tijd om zelf te zwemmen? Ja, natuurlijk, natuurlijk. Daarom ook dat in mei het bad niet om 9:30 sluit, maar om 10:30. Dan komen de mensen vanuit het 5 mei bad. Dan kunnen wij ook even zwemmen. Ja, want zonder zwemmen willen we hier niet staan. Hartstikke bedankt. Ik begrijp dat ik ook een formele handeling moet gaan doen. Dus ik loop nu even naar boven. En dan moeten jullie geloof ik goed opletten. En na de praatjes mocht de wethouder de toren van het zwembad in om daar de officiële openingshandeling te verrichten. Met een druk op de knop kwam er een stroom oranje zwemwater van de glijbaan, gevolgd door tientallen ballen. Tot groot plezier van de aanwezige kinderen en ook van sommige ouders.